In het Natuurhuis, waar anders, namen klimaatburgemeesters Judith Kraak en Willem Dijkema het klimaatexamen af aan een 20-tal Almeloze burgers. Het klimaatexamen is georganiseerd door het ministerie van de Toekomst en Almelo beet met het fysiek afnemen landelijk de spits af. Klimaatburgemeester Kraak deelde de regels mee en weldra daalde een diepe stilte neer, nog even onderbroken door raadslid Bert Hummels, die zoals wel vaker het naadje van de kous opzocht. Het klimaatexamen is georganiseerd door het ministerie van de Toekomst. En het is geen officieel examen, we hebben ook geen diploma's, maar een certificaat van deelname. Het hele idee achter deze actie is eigenlijk om in deze examenperiode, als onze jeugd, onze jongeren, zitten te zweten in de klaslokalen, om voor hun toekomst een examen te halen, een toekomst die onzeker is en vol met uitdagingen, duidelijk te maken dat wij als volwassenen deze uitdagingen serieus nemen, daarmee bezig zijn en dat we hun die toekomst gunnen. Waarom heb je meegedaan? Het milieu gaat mij in het hart. Laten we zo zeggen dat ik een goed leven heb, maar er zit wel een rouwrandje omheen. Dat ik het idee heb dat we naar een catastrofe toe gaan en daar kan ik af en toe wel een beetje down van worden. Eigenlijk ben ik zoekende, want ik kan wel water gaan sparen en mijn thermostaat 1 graad lager zetten en allerlei goedbedoelende dingen doen, maar dat gaat niet snel genoeg. Was dat 30 jaar geleden, dan kon je dat dan wel doen. Maar ik voel een haast, maar ik weet niet waar ik mijn haast in moet steken. Ik ben super trots op onze inwoners van Almelo. Ze hebben echt 50 minuten zitten zweten en ik heb gezien, krabben hier, nadenken daar, fronsen zo. Heel serieus, heel geweldig gedaan. En de laatste 10 minuten waren ze allemaal aan het glimlachen. Dus ik heb het idee dat we met deze actie ook iets bereikt hebben van toekomstperspectief en hoop. 5 juni willen we een bijeenkomst houden voor mensen waar het klimaat aan het hart gaat. Dat we elkaar wat kunnen ondersteunen. De laatste opdracht was om een brief aan zichzelf te schrijven of hunzelf over 10 jaar. En wat ze in die 10 jaar gedaan hebben voor zichzelf. Met natuurlijk alle zware materie van het klimaat en de uitdagingen die wij als mensheid te wachten staan. Als mensen zichzelf lachend een brief over 10 jaar schrijven, dan heb ik er vertrouwen in dat we met ons allen onze schouders eronder zetten om te doen wat we kunnen.